Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het helemaal goed. De doosje staat een beetje bol. Hoe komt dat? Omdat er misschien iets onder zit dat even iets te groot is. Maar dat kan de pret niet drukken. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Het is toch ongelooflijk? Spannend en verrassend. Ja, ik had het natuurlijk al gezien. Dit zijn dus de nieuwe pizza's van Dr. Oetker. Ja, waarom had ik het al gezien? Want ja, een beetje te groot is voor onder het doosje. Hier wordt dus continu mee geadverteerd. Eindelijk een pizza die zo smaakt als van de pizzeria. En ik geloof er helemaal geen ene moer van. Want alle pizza's die je bevroren in je oventje stopt, smaakt uiteindelijk naar karton. Maar deze jongens zijn wel lekker groot. En dat is wel een voordeel, want vaak bij die ovenpizza's zijn ze op en dan denk je, ik heb nu zo'n hele harde bodem met wat kokend hete kaas in mijn bakken gestopt. Maar voor de hemel, het is verbrand, maar ik heb nog steeds honger. Ze beloven dus precies zo te zijn uit de pizzeria. Dezelfde grootte, nou ja, oké, maar wel groter dan normaal. En een keer een lekkere bodem. Nou, ik ben benieuwd, want oom Jan is namelijk echt een pizzaman. Dus we gaan het merken. Hoppatee, bakken die bende. Lekker, ik heb er trek in. Hoepie floepie floepie. 8 minuutjes verder, 2 pizzatjes gebakken. De pizza. Salami picante. En dat is Italiaans voor pikante salami. Ziet eruit als een pizza. Maar wat beloven ze nou? Kijk hier. Dat die slap is. Normaal zijn die afbakpizza's. Nou, dan kan je jezelf op je kop mee slaan en dan breekt die in stukken. En deze is inderdaad slap. Ze doen toch wel wat ze zeggen. Dan hebben we hier nog een pizzaatje. Dat is de La Mia Grande Quattro Formaggi. En dat is Italiaans voor 4 kazen. En La Mia Grande is mijn enorme grote. Even geen grapjes. Enfin, tijd om te proeven. Even zo'n pizzazaag halen. Hoppa! We beginnen met de salami even aan te snijden. Kijk, dat dit niet in mijn dieet past, dat zie ik zelf ook wel. Want dit is voornamelijk zout en vet. En nou ja, dat is niet altijd goed voor je. Maar soms wel. Kijk. Hè? Kijk. Doet precies wat het plaatje zegt, namelijk vooroverbuigen. Nou, nog 1 stukje dan. Hier is iets vreemds aan de hand. Ze beloven dat het lijkt op een pizza zoals bij de pizzeria. Dat die slap is in plaats van klinterhard. Het smaakt eigenlijk zoals een pizza bij een pizzeria. Die kaas is ook vloeibaarder en lekkerder. Deze pizza's zijn ook duurder dan zo'n gewone afbakpizza. En zijn ook wel iets groter. Maar de kwaliteit is gewoon een stuk beter. Niet echt lekker voor mijn dieet dit. Ik zweer het je, ik zal nooit meer een andere afbakpizza halen na het eten van deze. Hij is goed gekruid. Hier staat een klein takje tijm op. Het zit er ook echt op. Gewoon een lekkere pizza. Ik kan het niet meer ophouden. Pizza quattro formaggi, 4 kazen pizza. Lekker even snijden, stoekie stoekie snijden. Ja, hoppatee. Het past ook fantastisch. Binnen elk dieet is er namelijk zoveel kaas op. Dat je een onderkind per hap krijgt. Maar goed, die hadden we bijna al. Welke kazen zitten er op de 4 kazen? Edammer, mozzarella, provolone en pecorino. Dat zijn gewoon goede kaasjes. Meestal staat er smeltkaas, wat gewoon betekent vet met een beetje reuzel. Even kijken. Deze doet ook wat hij zegt, buigen. Hij is een beetje slap aan de onderkant, maar wel afgebakken zie je. Het is niet dat hij niet gaar is of zo. Wat ik mis aan deze 4 kazen pizza is de gorgonzola. Want op een Italiaanse quattro formaggi zit gorgonzola, dus zeg maar zo'n blauwgeaderde kaas. En die is pikant. En die is pittig. En die geeft een smaak waar niet iedereen van houdt. Dus toen dachten ze bij Dr. Oetker, ja, dat gaan wij dus niet doen, want dan worden ze niet gekocht. Alleen mij is dit een beetje te,
Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde kaas. Het is allemaal een beetje zoetige kaas. Waar deze echt lijkt op een pizza uit een pizzeria, is dit gewoon een goede bodem met een beetje smakeloze topping. Pecorino is een goede kaas, provolone is een goede kaas, mozzarella is een goede kaas, edammer is een goede kaas. Punt is, het is allemaal een beetje hetzelfde. Dus eigenlijk smaakt het niet naar vier kaas, maar naar één. En die is prima, maar een beetje saai. Dat is met mijn salami. Ah. Deze is echt goed hoor. Nou, voor iedereen die zich afvraagt hoe ik aan zo'n dikke kop kom. Hier is het antwoord. Ik begin er niet, vind het lekker, ik eet het op. Elk pondje gaat door je mondje. En elk tonnetje ook. Tijd voor de cijfertjes. De nieuwe Mia Grande pizza van Dr. Oetker doet wat het zegt. Het is namelijk een redelijk grote pizza. Ze zeggen het is een beetje pizzeria stijl. Klopt ook. Ze zeggen hij is een beetje slappertje gepakt. Niet kneppelhard. Klopt ook. Als je deze in de pizzeria krijgt, zeg je tegen de gozer, zou je het leuk vinden om ook een beetje smaak op een pizza te doen? Want deze smaakt naar niks. De pizza. Mia Grande. Quattro formaggi. Dr. Oetker. Nieuwe stijl. Prima bodem. Vullingen saai. Krijgt van mij een 7. Ja, een saaie pizza die een 7 krijgt. Wat gebeurt er dan met een pizza die bok en bok lekker is? Deze, de Mia Grande Pizza Dr. Oetker, die gewoon echt heel lekker is en inderdaad zo uit de pizzeria kan komen, krijgt van mij een 8. En niet alleen een 8, ik ga hem ook helemaal opvreten. En ja, dan word ik maar weer dikker. Dan ga ik morgen wel een balansdag doen met de pizza kaars.